De ADECUS, Alumni Associatie A3, heeft gisteren een discussieavond georganiseerd met als thema Van stoel tot tafel. De inleider was Ruben Del Parado, directeur van Decati International NV. Tevens alumnus of afgestudeerde van de faculteit der medische wetenschappen. Del Parado is ook een voorvechter voor publieke gezondheidszorg en welzijn. Hij ging tijdens zijn presentatie terug naar zijn studietijd en wat hij allemaal heeft gedaan tijdens en na de medische faculteit. Hij gaf verder aan dat hij in 1983 een assistentsartsdiploma kreeg, waarna hij nog een jaar praktijk moest doen. En pas na je 18e jaar mag je vestigen als arts. Deze 2,5 jaar ben ik aan Jola. Ik heb iets heel interessants gedaan. Ik ging naar het diarree-symposium bij de Vereniging van Medici. Ik ga verder interessant, toch? Diarree-symposium. Van het biogeen. In het biogeen noemden we het Bureau voor Ongeschikte Geneesheer. Dat was de plek waar je naartoe ging als je ja, of niet echt geweldig goed was, of alleen miserabel was, of als je van je geweldig was. Dus ze hadden regelmatig malaria, diarree, filaria enzovoort. Dus al die leuke dingen. Toen was er een spreker, dokter Wim Speelman, van de medische zending, die ging weg. Die ging weg, hij was streekarts op Jumo, aan de bovenste Suriname. En hij ging weg. En dit was zijn laatste praatje. Dat was een van de sprekers op het symposium. Volgens Steven McAndrew, voorzitter van het bestuur van A3, is kennis het belangrijkste uitgangspunt van de associatie. Kennis is namelijk de motor van ontwikkeling. En we zullen dat ook trachten om in de rest van het jaar nog een aantal inleidingen te hebben waarbij een zeer gerenommeerde spreker, maar misschien ook een jonge wetenschapper, een relaas aan komen houden, waarbij we uiteraard hopen dat u daarvan de nodige kennis zal opsteken. A3 heeft als slogan, althans we zeggen dat we een brug willen slaan tussen wetenschap, de universiteit en de samenleving. En als je een brug bouwt, betekent het dat je palen zal moeten heien en dergelijke. Dus deze eerste activiteit is een van de eerste palen die we heien. We gaan door met onze activiteiten, zodat we daadwerkelijk op termijn een brug kunnen zijn tussen de universiteit en de samenleving. Aldus Steven McAndrew, voorzitter van het voorlopig bestuur van de ADECUS Alumni Associatie. Hij sprak gisteren tijdens een discussieavond gehouden in de Self-Reliance Auditorium.